Wat zijn die maatregelen? Ik maak niet over Gent. Oké, okay. Dan ben je de verf niet door? Ik ben de verf gewoon met de aquarelverf met het water. Ja. En dat die heel dun wordt. En dan kan ik hier gewoon in mijn tekening, kan ik gewoon een hele dunne verf, kan ik beginnen met de opzet van de aquarel. Ja. Nou, die ga ik gewoon steeds weer uitwerken. Hoe meer verder ik kom, hoe zwarter, zoals hier, ik de kleur maak. Ja. En hoe lang zit die verf aan je penseel? Moet je al vaak inlopen? Ik moet hem bijna om de streek moet ik wel een nieuwe kleur aan laten. Ik zal er wel weer eentje voor je maken, dan kun je het zien. Ja, gaat dan. Oké. Dan kun je gewoon. Ja, vergeet op zoek in de telescoop. Ja. En dan laat ik mee gewoon even nieuw voor je. Dat is goed hoor. Helemaal. Een nieuwe pagina voor je. Ik heb altijd weer een stukje bij me. Ja? Voor de wind. Dus de postbode is al zo blij als ik er weer aankom. Ik vraag altijd of hij echt stukjes voorbij heeft. Nou, ik heb hier gewoon de hele dunne verf. Ja. Het is heel dun, dus met heel veel water. Dan kijk ik even hoe die vogels eruit ziet die ze schilderen. Dan schilder ik gewoon die verf. Rustig in de kolonie, de vogels zitten allemaal lekker te slapen. Maar dat is ook wel heel mooi, want ze blijven ergens keer rustig zitten. Daarom heb ik gewoon voor die vleugelpunten. Ik heb natuurlijk een hele donkere verf nodig. Het oog. En hier de onderkant van de rats. En je doet dat eerst het lichtste deel of het donker? Ja, meestal begin ik eerst met het lichtste deel. Want het geeft een hoofdvraag en de rest zijn tekening. Dus mij afvolgt dan met. Dat is het. Je moet eigenlijk gewoon zo veel mogelijk in één keer alles klaar te hebben. En het mooie fris van karakter blijft. Maar het is gewoon als het tussen schets, dus het is wel een hele fijn ding. Mooi.
dichter zou kijken. Ik heb het echt nog wel. Ik heb het niet.